Funderen op staal gebeurde in Nederland decennia lang door het storten van een strokenfundering. Die vormde de basis voor het gemetselde trasraam. Tegenwoordig hanteren we andere maatstaven. De traditionele strokenfundering met geloste bekisting voldoet niet meer aan het bouwbesluit. Vooral met het oog op de aanwezigheid van koude bruggen. Daar komt nog eens bij dat het monteren van houten bekistingsschotten, waarin ook nog eens een verdeel- en hoofdwapening moeten worden aangebracht, bijzonder tijdrovend en kostbaar is. Overigens is wapening van de strokenfundering nodig om te voorkomen dat trek- en drukspanningen de betonstrook doen scheuren. Vroeger was die wapening ongebruikelijk. Om het draagvermogen op de vaste grond te vergroten, werden de gemetselde en later stampbetonnen funderingen gewoon met een verbrede voet opgetrokken. Datzelfde principe wordt nu toegepast bij het EcoKist H funderingssysteem. Met deze unieke bekistingselementen worden fundering, trasraam en werkvloer in één keer gestort. Aan de voet is de fundering maar liefst 70 cm breed, wat zorgt voor een gelijkmatige drukverdeling. Wapening is meestal overbodig. De EPS-bekisting blijft in de grond en dient verder als thermische isolatie. Vloer- en spouwmuurisolatie sluiten perfect aan, zodat koude bruggen worden voorkomen. Het 2-in-1 bekistingssysteem op staal is een fundamentele vernieuwing in de woning- en utiliteitsbouw. Ontdaan van de isolatie ziet de betonconstructie er zo uit. Funderingen en trasraam vormen één geheel. Om de constructie extra sterkte te geven, kunnen kunststofvezels aan het beton worden toegevoegd. Het 60 cm hoge trasraam gedraagt zich als een balkenfundering en zorgt voor een optimale drukverdeling. Het bouwproces is met de komst van het 2-in-1 EcoKist funderingssysteem sterk vereenvoudigd. Nadat de bouwput op diepte is uitgegraven en de maatvoering van de fundering is uitgezet, kan worden begonnen met het plaatsen van de kant-en-klare EPS-kisten. De elementen zijn licht van gewicht en gemakkelijk hanteerbaar. Ze worden op het vlakke zandbed geplaatst en gewoon aan de draad gesteld. Als eerste worden de hoekstukken geplaatst. Die bestaan uit één stuk en zijn dus altijd haaks. Na de hoekstukken worden de standaardelementen geplaatst. Die hebben een lengte van 120 cm. De werkwijze is eenvoudig. Een paar rillen PU montageschuim op de kopse kanten van de kist en het element kan gemonteerd worden. Om de bekisting helemaal dicht te zetten worden op maat gezaagde passtukken geplaatst, waarbij een tolerantie van zo'n 2 à 3 cm wordt aangehouden. Deze naden worden vervolgens met PUR afgedicht. Na het leggen van de nodige leidingen en mantelbuizen voor onder meer riolering en nutsvoorzieningen, wordt binnen- en buitenzijde van de bekisting tot zo'n 10 cm onder de rand aangevuld met zand. Dit zorgt ervoor dat de bekisting op zijn plaats blijft en voorkomt het zogenaamde opdrijven van de kisten tijdens het storten. De funderingsbekisting kan nu worden volgestort met beton. Aan het beton wordt een kunststofvezel als wapening toegevoegd. Vervolgens wordt ook de werkvloer gestort. Bovenkant funderingsbekisting is bovenkant werkvloer. De EPS-bekisting doet nu dienst als thermische isolatie. Er is geen beter materiaal denkbaar om te dienen als verloren bekisting. EPS is duurzaam, milieuvriendelijk, isolerend, vochtongevoelig, vormvast, drukvast en bovendien gemakkelijk en veilig verwerkbaar. Dankzij de uitgekiende maatvoering is de trasraamfundering exact op hoogte en kan direct worden begonnen met het metselwerk. De vloer- en spouwmuurisolatie sluiten naadloos aan op de EPS-bekisting. Omdat de isolatie doorloopt tot aan de onderkant van de fundering, behoren koude bruggen tot het verleden en is ook het probleem van optrekkend vocht definitief opgelost. EcoKist is een fundamentele vernieuwing en voldoet aan alle eisen van het bouwbesluit. Besparingen van zo'n 60% ten opzichte van traditionele funderingssystemen zijn zonder meer haalbaar. Architecten, bouwmaterialenhandelaren en aannemers worden uitgenodigd om te delen in het succes van dit nieuwe product.